Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een hele leuke omslagdoek haken. En die omslagdoek die is van Scheepjes. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Want het is zo leuk, al die duimpjes omhoog en de abonnees. En ja, ik vind het ook leuk om uit te leggen hoe dat je iets maakt en waarom het zo in elkaar gezet wordt. Maar haken vind ik gewoon zo gezellig. Je hebt er weinig voor nodig. Een haaknaald, een bolletje wol. En nu heb ik deze mooie rul van Scheepjes. Kijk. Ja, dit is een hele mooie kleur. Van Scheepjes. En we gaan daar deze omslagdoek van maken. En deze omslagdoek, ja, die is echt heel makkelijk. Alleen, er zitten wel een paar toeren bij die zich herhalen. Maar ik ga het dadelijk heel goed uitleggen. Tenminste, ik probeer het goed uit te leggen. Kijk. Dit is de omslagdoek. En hij is ontworpen door Kirsten Ballering. En ja, de wol is zo mooi. Dus, daar zit 1000 meter op die rul. Kijk. Maar ik ga het eigenlijk rustig uitleggen en dan gaan we samen beginnen. Tot zo! En we beginnen dus met haaknaald 3,5 en ik ga even het begin zoeken. En dan kan ik even hier kijken of hier. Oh, sorry. Wat doe ik dan als het begin zo? Kijk, ik heb hier nu het begin. Dan ga ik eerst eventjes de draad even goed recht leggen en dan komt die dadelijk vanzelf uit de bolwol. Ik zie je zo terug. We beginnen met de magische ring. Dus je legt je draad op je handpalm. Je draait en je houdt je pink even. Daar hou je het draadje mee vast en je draait nog een keer overheen en die leg je weer onder je pink. Dan pak je je haaknaald, je gaat er onder de eerste draad door en je haalt je draad er onderdoor op. Je draait je haaknaald en je maakt een halve vaste. En dit is je magische ring. Dan pak je nog twee losse, 1. 2 en dan gaan we 2 halve stokjes maken. Eén. Twee. Dan 2 losse en dan weer 2 halve stokjes. 1 2. Dan 1 losse, dan een gewoon stokje. En dit is al je eerste toer, dan trek je aan die magische ring. Kan je gewoon lekker aantrekken. Het is nog moeilijk te filmen omdat het allemaal nog vrij klein is. Maar dan heb je je begin in ieder geval gemaakt. Dus de eerste toer is magische ring, dan 3 losse, dan 2 halve stokjes, 2 losse, 2 halve stokjes, 1 losse en een gewoon stokje. En dan zie ik je zo weer terug. We beginnen aan toer 2, dat is 3 losse, 1, 2, 3, dan keer je weer ik als een blaadje en dan gaan we in die ruimte hier tussen die eerste 3 losse en het halve stokje in gaan we 1 half stokje maken. Je haalt je draad op, omslaan en doe 3 lussen. En dan gaan we in elk stokje hier, deze, ga
gaan we ook weer een half stokje maken, maar dan pakken we de voorste lus. Omslaan, 3, omslaan, door 3. Dan hebben we hier die opening en in die opening gaan we eerst 2 stokjes maken, 2 halve stokjes. 1, 2. Dan 2 losse en dan weer 2 halve stokjes. Dan gaan we weer in die 2 stokjes die we aan deze kant hebben een half stokje maken eerst in de voorste lus. Het is altijd even goed kijken hoor dat je goed insteekt. Dus je pakt eigenlijk maar 1 lusje en in die laatste pak je weer 1, steekt in en je maakt weer een half stokje. Dan gaan we in die laatste gaan we een gewoon stokje maken, dus in die opening van die magische ring. Dan gaan we een gewoon stokje maken. Zo. En dit is al je tweede toer. En dan zie ik je zo weer terug. En we beginnen nu aan toer 3 met 3 lossen. 1, 2, 3. We keren weer het werk als een blaadje. En dan gaan we een half stokje tussen in die ruimte maken. En dan gaan we in de achterste lus een half stokje maken van het voorgaande halve stokje. En dan hebben we, nu zijn we in het, even kijken, we hebben er nog één, dus die mag je niet overslaan. Dan hebben we nu de 3 losse, 1, 2, 3, 4, 5 halve stokjes. Even natellen, 1, 2, 3, 4, 5, ja. En dan gaan we nu in die opening, in die middenopening weer 2 halve stokjes doen. 1, 2, even opnieuw. 2, 2 losse en weer 2 halve stokjes. 1, 2. En dan gaan we, kijk, het begint nu toch ook wel duidelijker te worden. Zie je? En dan gaan we aan deze kant ook weer op elk stokje in die achterste lus gaan we een half stokje maken. 1. Kijk of je goed de lus hebt, de achterste. 2. Drie. Vier.
dan in die opening nog een half stokje. En op het laatst gaan we nog een gewoon stokje maken. Zo. En dit was de derde toer. En dan zie ik je bij de vierde toer weer terug. Dan gaan we nu naar toer 4, ook weer met 3 lossen. 1, 2, 3. En toer 4 is hetzelfde als de tweede toer. Je keert je werk. En nu gaan we in de voorste lus halve stokjes maken. Dus iedere voorste lus, dus dit is de voorste lus. En nu zie je het ook beter. Als het goed is, heb je dan in totaal 11 stokjes gemaakt. En de vorige toer 8, dus iedere keer doordat je hier in het midden, hier heb je de meerdering van 2. Dus je hebt iedere toer heb je 2 halve stokjes extra. Dus nu doe je weer 2 halve stokjes in het midden. 2 lossen. En weer 2 halve stokjes in het midden. Dat doe je iedere toer. En nu ga je weer aan de andere kant hetzelfde, ook in de voorste lus. Ja, door, omslaan, door 3. De voorste lus. Halve stokjes. En zo maak je heel toer 4 af. Dan zie ik je op het einde weer terug. We zijn op het einde van de vierde toer en dan eindigen we altijd even met een losse en dan op de laatste een stokje. En als het goed is, heb je dan 11 halve stokjes aan het op iedere kant. Dan gaan we naar 3 lossen en dan gaan we naar toer 5. Dan gaan we nu naar toer 5. 1, 2, met 3 lossen. Je keert het werk. Dan gaan we 1 half stokje in die eerste opening zetten. Dan nog 1 stokje op het volgende stokje. En dan gaan we aan de moesjes beginnen. En de moesjes is insteken, je draad ophalen, omslaan, door 2. En dat doe je 6 keer.
en dan heb je 7 lussen op je haaknaald. Dan sla je om en dan haal je haaknaald door alle 7 de lussen, omslaan door 1. Dan heb je eerst een moesje af. En zo ga je de hele toer af, maar dan zet je er 2 halve stokjes nog tussen. 1. En op de volgende weer een half stokje. En dan ga je weer een moesje maken. Een moesje van 6 halve stokjes in dezelfde steek. Dit is 3. 4. 1, 2, 3, 4. Dit is de 5e en dit is de 6e. Dan heb je 7 lussen op je haaknaald. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En omslaan en door alle lussen. En je gaat weer omslaan door en je maakt een halve vaste. Is dit je 2e moesje al? Dan gaan we weer 2 halve stokjes maken. 1, 2. En dan gaan we weer een moesje maken van 6 halve stokjes. En ik zie dat ik hier zie je. Hier ben ik te snel gegaan, dus ik ga het even uithalen. Ik heb er nu 1, 2. En dit is de 3e. De 4e. De 5e. En de 6e. Je hebt 7 lussen op je haaknaald. Omslaan door alle lussen, omslaan door 1. En dan ga je weer 2 halve stokjes maken. 1, 2. Dan ga je nog 1 moesje maken. Even goed de steek zoeken. Ja, ik ga hem gewoon in deze opening zetten. Ja, ik ga daar het moesje in maken. Misschien is het ook wel handiger. Want je moet in totaal 4 moesjes hebben in deze toer. Twee, drie, vier, vijf, zes, omslaan, door 6, omslaan, door 1. Nou, dan heb je nu 1, 2, 3, 4 moesjes en daar zitten 2 keer halve stokjes. En dan gaan we nu, omdat we in de bovenste opening zijn, gaan we nog 2 halve stokjes maken. 2 lossen en dan gaan we nu aan de andere kant beginnen. Daar gaan we dus weer 2 halve stokjes maken. En weer een moesje. Dus we gaan weer 6 keer een half stokje maken. Even kijken hoe ver we waren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En de beginlussen bij. Dus je moet 7 lussen op je haaknaald hebben. Je slaat om. Je haalt je draad door. Omslaan door 1. Dus je hebt hier 4 moesjes. Boven hier een moesje.
twee halve stokjes, twee losse, twee halve stokjes en weer een moesje. En dan ga je weer aan de andere kant twee halve stokjes maken. Deze halve stokjes kunnen gewoon door twee lusjes. En dan ga je weer een moesje maken. En dan doe ik het te snel. Even opnieuw. Na die moesje 1, 2 halve stokjes. En dan weer een moesje. En die moesjes zijn 6 halve stokjes. 2, 3, 4, 5, 6. Omslaan door 7 lussen, omslaan door 1. En weer 2 halve stokjes. Dus je zet tussen al die moesjes zet je 2 halve stokjes. En nu ga ik weer een moesje maken. Een, twee, drie, vier, vijf, zes. Ik moet er nog één hebben. Het zijn 6 halve of 6 halve stokjes en de beginlus en daardoor heb je 7 lussen. Omslaan en door alle lussen. Even opnieuw. 7 lussen omslaan en door alle lussen omslaan door 1. Begin eens even wennen hoor, dat je hier dus die moesjes hebt. Maar het begint echt mooi te worden. Dus dit is toer 5. Je hebt hier dus, even kijken, je bent begonnen met 3 losse en een half stokje tussen die opening in. Dan nog een half stokje. En dan ga je die moesjes doen en dan heb je 2 halve stokjes ertussen. En als het goed is, dan heb je 4 moesjes in toer 5. En deze maak je helemaal af en dan zie ik je dadelijk weer terug. We zijn nu op het einde van de 5e toer en we maken nog een half stokje, een losse en een gewoon stokje in die opening. Zo eindig je iedere toer. En nu gaan we met toer 6 beginnen met 3 lossen. We keren het werk. En we gaan nu op elk stokje of op elk moesje hier ook gaan we een stokje zetten en dan moeten we op 17 uitkomen. Dus we zetten een half stokje in deze opening. We zetten een stokje, half stokje bedoel ik, op het halve stokje. En we gaan op het moesje, en ik steek hier gewoon langs, weer een half stokje maken. En daartussen zitten ook 2 halve stokjes. Daar maken we ook weer gewoon een half stokje op. Als je het niet goed ziet, dan trek je gewoon je haakwerk een beetje uit elkaar. Zie je? En op het moesje, ja, je kan er ook hier deze opening zoeken, maar ik haal het gewoon open en ik pak deze opening. Dus deze toer zijn gewoon halve stokjes op het halve stokje en een half stokje op het moesje. En op het moesje hier zo pak ik deze opening om een half stokje op te zetten.
zijn nu bovenaan, dus ik heb hier het moesje en dan moet ik nog twee halve stokjes hebben. 1, 2, en dan in die bovenste opening maken we nog 2 halve stokjes. 1, 2, 2 losse en weer 2 halve stokjes. 1, 2. Zo. En dan zie je dat die moesjes ook heel mooi naar boven komen. Kijk hoe mooi dan die omslagdoek wordt, echt heel leuk. En deze kant maak je weer hetzelfde en op het einde dan eindig je weer met een losse en een stokje. Dus ik zie je in toer, dit is toer 6 en ik zie je in toer 7 zo weer terug. Dan zijn we nu aangekomen bij de 7e toer en de toer 7 is een herhaling van toer 6. Maar kijk eens hoe mooi dat dit al wordt. Je ziet ook echt waar je in de voorste of in de achterste lus hebt ingestoken, zie je dat je dan een hele mooie ribbel erop krijgt. En die moesjes hier, die 4 moesjes ook. Een leuk patroon, echt heel leuk. Nu ga ik eventjes de herhalingen uitleggen. Dus toer 7 is hetzelfde als toer 6 en dan kom je in totaal aan beide zijden op 20 halve stokjes. Toer 8 is hetzelfde als toer 2 en dan kom je in totaal op 23 halve stokjes. Toer 9 is hetzelfde als toer 3 en dan kom je op 26 halve stokjes. En toer 10 is weer hetzelfde als toer 2 en dan kom je op 29 halve stokjes. Dan ga ik nu toer 11 maken en dan zie ik je daarna weer terug. Tot zo. Als het goed is heb je nu doorgehaakt tot en met toer 10. Zie je hoe leuk dat dit wordt met doordat je in die voorste en in die achterste lussen steekt, dan krijg je een heel mooi relief randje. En nu gaan we toer 11 doen. En toer 11 die heb ik net even uitgetekend. Je begint altijd met 3 lossen en het begin van de toer, je begint met in die lossen een half stokje te zetten en dan op elk half stokje een stokje en dan doe je iedere keer een losse tussen en dan begin je weer met 2 halve stokjes, een losse, 2 halve stokjes, een losse, 2 halve stokjes. En dat betekent dat je aan beide zijden 11 lossen hebt en 22 halve stokjes. Dus toer 11 die maakt het heel leuk en ik heb hieronder gewoon halve stokjes getekend, want dit is de voorgaande toer. Maar toer 11 begint en eindigt met 3 halve stokjes, dus dat moet je even in de gaten houden dat je op 11 lossen komt en op 22 halve stokjes in totaal. Dus dat betekent dus dat je op 33 steken uitkomt, zie je? 22 plus 11 is 33 en ja, dit is toer 11. Ik kan hem eigenlijk wel even meehaken. Dus je begint met 3 halve lossen of 3 lossen, 1, 2, 3. Je keert je werk. Je maakt een half stokje in die opening. Dan een half stokje op het volgende stokje
en dan nog een. En dan ga je met toer 10 alleen maar lossen en je slaat deze dan over en je maakt weer een half stokje en nog een half stokje en een losse en je slaat deze over en je maakt 2 halve stokjes. En weer een losse en je slaat deze over zie je hoe deze toer eruit komt te zien en dan ga je hierboven. Daar zie ik je terug, dan haak ik nog eventjes mee. Tot zo. We zijn nu bovenaan aangekomen aan het aan de toer 11. En we slaan dus weer een stokje over en in die laatste zetten we nog een half stokje. En nog een half stokje en bovenaan zetten we 1 stokje, een losse en 1 stokje of een half stokje, sorry hoor, het zijn allemaal halve stokjes en dan gaan we weer 2 stokjes doen. En weer een losse, we slaan er weer 1 over en we doen weer 2 halve stokjes. Dus bovenaan doen we maar 1 losse. En zo vervolg je de hele toer, dus een losse, 1 overslaan en 2 halve. Nu doe je weer 2 lusjes, 1 overslaan en 2 halve stokjes. En zo maak je heel toer 11 af. Dit is toevallig de achterkant of de achterzijde en dit is de voorkant. Dan zie ik je op het einde weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu bijna op het einde van toer 11. Je zet in die opening nog een half stokje. Dus dan heb je hieronder nog 3 halve stokjes en je eindigt met een losse en een gewoon stokje. Zo, dan begin je aan toer. Ik begin nog even niet aan toer 12, want dan ga ik even mijn papier bijleggen. Maar als het goed is, heb je dan 22 halve stokjes en 11 losse, dus 11 lossen in toer 11 aan beide zijden. Kijk, dus dit is toer 11 en dan beginnen we nu aan toer 12, maar dan pak ik even het papier er weer bij. Kijken of je het heel goed kan zien. Toer 12 is hetzelfde als toer 6, dus dan moet je even terugspoelen of misschien heb je meegeschreven toer 6 en dan heb je in totaal 35 halve stokjes aan beide zijden. Toer 13, want ik ga toer 12 dan niet voordoen, dus toer 12 is toer 6 met 35 halve stokjes. Dan heb je toer 13 is weer hetzelfde zoals we net hebben gedaan, dus toer 11
en toer 11, dan heb je in totaal 12 losse en 26 halve stokjes. Dan toer 14 is hetzelfde als toer 6 en heb je in totaal 41 halve stokjes. Toer 15 is hetzelfde als toer 5 en heb je in totaal 14 popcornsteken met 30 halve stokjes. Toer 16 is hetzelfde als toer 6 en dan in totaal heb je 3 losse en 47 halve stokjes. Dus ja, we gaan nu gewoon, ik ga nu verder haken tot en met toer 6 en dan daarna die herhalingen, die zal ik dadelijk nog even uitleggen. Dus ik zie je zo weer terug. Tot zo. Ik heb nu doorgehaakt tot en met toer 16 en dan is het continu herhalen, maar ik zal eventjes nog dit laten zien. Als je tot en met toer 16 gehaakt hebt, dan ga je weer gewoon helemaal vanaf de eerste, vanaf het begin van het filmpje ga je weer verder en dan pak je toer 3 tot en met toer 16, dus toer 3 tot en met toer 16 nog 3 keer. Dus die hele riddel van vanaf toer 3 tot en met toer 16, die ga je nog 3 keer herhalen. En ik ga nu eventjes nog een stuk verder haken, dus dan, ja, dan duurt het eventjes en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik heb nu toer 3 tot en met 16 ben ik verder aan het haken gegaan en kijk hier hoe leuk dat die toeren herhalen. En toer 3 tot en met 16 moet je 3 keer doen en ik ben nu bij de tweede keer en ik heb het opgeschreven, maar ik zal het nog uittypen ook nog voor jullie, dat je dus ja, die toer 3 tot en met 16 even voor jezelf opschrijft en als je dat 3 keer doet, dat je daar ook een paar V'tjes bij zet, want anders weet je niet meer waar je bent gebleven. Kijk, en dit is het resultaat, maar zover ben ik nog niet, maar ik wilde het toch eventjes met jullie delen, want ja, kijk eens hoe leuk is het dat je die popcorn steken en in die toer die herhaling zit. Ik ben nog niet bij het groene gedeelte, maar het verloop van het garen is ja, mooi, gewoon mooi. Maar ik ga verder haken en dan zie ik jullie zo terug als ik het 3 keer deze herhaling klaar heb. Tot zo. Ik ben nu op het einde van de herhaling, dus 3 keer herhalen toer 3 tot en met 16 en nu gaan we toer 3 tot en met 10 herhalen. En als je toer 3 tot en met 10 herhaalt, dat is nog maar 1 keer, dan kom je op een afmeting van 70 cm bij 1,50 meter. Zo breed moet je omslagdoek worden. En maar kijk eens hoe mooi dat die, het kleurverloop nu al is. Ja, ik ben nog steeds wel veel hier grijs, donkerder, lichter. Het kleurverloop is zo mooi. En nu ga je dus nog 1 keer die toer 3 tot en met 10 herhalen. Ik heb wel even de bol even gewoon opgerold. Uiteindelijk ja, was ik op het einde van de roll en dan zakt een beetje die bol in elkaar en ik vind het dan toch handig als je bijvoorbeeld vaak
in deze tijd ook wel eens op visite gaat, dan duw je die bol in een tasje en dan rolt hij ook zo makkelijk mee. Dus dit was voor mij praktischer. Dus nu gaan we nog aan de laatste fase beginnen. Toer 3 tot en met toer 10. En dan kom je op 1,50 meter breed en 70 hier zo de lengte. En dan ga ik nu verder dus haken. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! En daar zijn we weer met deze mooie omslagdoek. De Stormy Day is, ja, ik moet nog één toer, maar ik heb nog best veel over. Kijk eens hoe mooi dat dit kleurverloop is. En ja, het is echt een hele mooie omslagdoek. Als ik hem zo zie, dan denk ik, ja, die wol die doet het hem natuurlijk. Maar het is ook wel heel leuk om hem te haken. Ik heb er heel veel plezier in gehad. Het is... ja, ik heb er ongeveer 2 weken over gedaan. Maar ja, als je er langer over doet, je hebt er zoveel plezier van. En het wordt zo mooi. Kijk. Hoe leuk dat groen uitkomt. Maar ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze Stormy Day omslagdoek. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Tot ziens!